Vandaag een belangrijke aankondiging over de Crew Pack. Daarnaast zijn er weer gratis items te unlocken. Yes, dames en heren, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe Fortnite-update video. Als je wil, smash natuurlijk eventjes op het blauwe duimpje omhoog. Daarmee support je namelijk heel erg deze video. Abonneren kan natuurlijk ook hier beneden. En jullie zien direct de itemshop van vandaag in beeld staan. Vandaag hebben we best wel veel items. Onder andere natuurlijk de Master Chief zit erin. Daarnaast natuurlijk ook de Mecha Morty, et cetera, et cetera. Rechts onderin kun je de code te veel gevraagd invullen. En wie dat ook heeft gedaan, is Jones. Ik heb voor de derde keer de zak gebruikt. Hopelijk kom ik in de video. Ga zo door, jullie zijn bazen. Hey, Insta Jones, heel erg bedankt voor het gebruik van onze code natuurlijk. Een dikke S aan jou en zeker weten. Een leuke emote. We gaan denk ik direct beginnen. Ik heb vandaag best wel veel nieuws, dus we gaan direct beginnen. Ja, en het eerste topic gaat eventjes over hoe ver we zijn in dit seizoen. En op dit moment zitten we op 82%. Dus dat betekent dat we nog 17 dagen moeten volhouden in dit seizoen. Nog iets meer dan 2 weken. De tijd gaat zo snel nu, dus dat is zeker weten chill. En we gaan nu door naar het volgende. Ja, en dit gaat eventjes over een nieuwe rap die we kunnen unlocken. Namelijk de Octo Rap. Als het goed is kun je die nog unlocken, want het is niet helemaal zeker. Namelijk enkel en alleen vandaag. Dus het kan al over zijn. Maar goed, ik vermeld het alsnog eventjes. Kun je, als jij je Epic Games account hebt gelinkt met Twitch en naar grote streamers kijkt, dan kun je de Octo Rap krijgen. Moeten ze wel natuurlijk drops enabled hebben. Dat staat bij de stream. Dus dan kun je die rap krijgen. Dus dat is zeker weten geinig. Maar goed, ja. We gaan gelijk door naar het volgende. Yes, en dit gaat eventjes over een update die er vandaag in gaat komen. Namelijk, zoals jullie weten, de Wild Week die loopt vandaag af. En we krijgen vandaag, als het goed is, weer een nieuwe Wild Week. Ik heb daar niet echt veel info over. Behalve dat vandaag natuurlijk de Silence Weapons en de Prop Gun Availability, die gaan weg. Dus er worden nu minder Prop Guns laten zien. En de Silence Weapons, die worden weer teruggezet naar normaal. En wat ik wel weet, is dat NPC's, die gaan iets met Rifts doen. Dus ze gaan die verkopen en weggeven. Dus voor niks. Dus er gaat iets gebeuren met Rifts. Maar voor de rest heb ik nog niet veel info over het Wild Week van deze week dus. Maar we komen er denk ik vandaag achter. We gaan door naar het volgende topic. Ja, dit is eventjes een nieuwtje voor de volgende update. Namelijk, bij de volgende update gaat er iets veranderen over de hoeveelheid Epic Questen die je moet unlocken voor de Superman skin. Namelijk, überhaupt andere rewards natuurlijk ook. In ieder geval, dat is nu best wel lastig. Namelijk, je moet nu 84 questen doen om alles te kunnen unlocken. Dat wordt veranderd naar 50. Dus dat is zeker weten nice om te weten. Dus dat wordt een stuk minder Epic Questen voltooien. Dus niet verkeerd. We gaan door naar het volgende. En dit gaat over de Crew Pack die eraan gaat komen. We weten natuurlijk al dat we over een paar dagen eigenlijk al een nieuwe Crew Pack gaan krijgen. Over 5 dagen al. Of eigenlijk 6 dagen. En we weten ook al welke. En we weten dat ook al van volgende maand en van die maand daarop. Dus van 3 maanden hebben we namelijk de skin. En dat is deze. Dat zijn deze skins. Dus rechts krijgen we eerst, daarna midden, daarna links gok ik. En ja, als je al deze 3 unlockt, dus als je 3 maanden lang abonnee blijft, dan krijg je ook nog eens een extra stijl bij deze skins. Dus dat is een soort van extra toevoeging die ze gaan doen. Dus dat is zeker weten tof. En wou ik eventjes vermelden. Zeker weten nice. We gaan door naar het volgende. Ja, en dit gaat eventjes over hoe jij gratis items kunt krijgen. Namelijk, het gaat over de Fortnite Imposter Trials. Daarvoor kun je je aanmelden. Linkjes staan in de beschrijving. En dan kun je een wrap, een spray paint en volgens mij een emoticon kun je unlocken. En daarvoor moet je heel erg simpel gewoon heel erg veel imposters spelen. Namelijk in totaal 20 games en dan unlock je dus die 3 dingen. Dus dat is zeker weten tof. Moet je niet vergeten je eerst aan te melden. Linkje staat in de beschrijving nogmaals. Is gewoon een officiële website van Epic Games. En we gaan nu door naar het volgende. Ja, en dit gaat eventjes over een nieuwe cup die eraan gaat komen. Namelijk de Galaxy Cup 2.0 voor Android. Ja, dus als je een Android hebt kun je hier aan meedoen. Wat gaat dit precies voor een cup zijn? Nou, dit gaat een cup zijn die zich op 29 augustus gaat afspelen. En dat betekent dat jij weer gratis dingen kunt unlocken. Namelijk onder andere een skin, een wrap, een spray paint en een backbling. Die kun je allemaal gratis unlocken. Moet je natuurlijk wel een goede speler zijn. Maar wel echt super, super dik natuurlijk. De spray paint is al wat makkelijker. Want daarvoor moet je maar 20 punten halen in de cup. En dat is redelijk makkelijk te doen. Het is trouwens een solo cup. Dus je moet in solo moet je spelen. En best wel nice. Daarnaast is dat niet de enige manier
manier om die skin te krijgen. Namelijk, er komt ook een LTM aan, namelijk de Arsenal LTM. Dat wordt ook een soort van tournament. En als je daarbij hoog eindigt, kun je ook gratis die skin dus unlocken. Uiteindelijk komt ook deze skin gewoon in de item shop terecht. Dus dat betekent dat je hem ook op die manier kunt kopen. Maar ja, het is toch chill als je een goede speler bent om hem gratis te kunnen unlocken. Dus ik zou zeggen, ga hem gewoon proberen. Probeer die skin gratis te fixen. Niet verkeerd natuurlijk. We gaan door naar het allerlaatste topic. Yes, en dit gaat eventjes over natuurlijk de week 12 challenges. Namelijk een cheat sheet die je dus kunt gebruiken om heel erg makkelijk alle challenges te doen. Zeker weten handig gemaakt door de squatting dog. Een dikke SO naar hem. Dames en heren, dit was het einde van de video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Druk dan natuurlijk eventjes op het blauwe duimpje omhoog. Daarom support je namelijk heel erg deze video. Abonneren kan hier beneden. En straks veel vraag kun je natuurlijk ook gebruiken om ons te supporten op Fortnite. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Tot de volgende. Peace out.